En we zijn nu hier bij de Van der Valk Hotel aan de A4. En we hebben een singer-songwriter uitgenodigd. Teddy Bagander. Dames en heren. We zijn hier bij de Van der Valk, bij de A4. Nou, je hebt je eerste presentatie, je zangperformance gedaan. Hoe vond je dat? Ik vond het hartstikke leuk. Ik vond het een hele leuke plek om te mogen spelen. Ja, dus, een hele andere plek dit. Hier, absoluut. Er was ook een feestje natuurlijk, iemand jarig. Ja, nou alleen maar meer mensen, hoe gezelliger toch? Ja, toch? Ja, nee, het is ook... al die nummers, sommige nummers heb je zelf geschreven. De meeste op je EP in het Engels heb je ook zelf geschreven. Wat is jouw inspiratiebron? Ik denk dat de grootste inspiratiebron gewoon ook de dingen die ik meemaak in mijn eigen leven zijn. Ja. En qua muziek, vooral ook gewoon de artiesten die mij heel erg inspireren. Zoals Lizzie McAlpine, Gracie Abrams. Ja. Dat zijn lekker veel muziek luisteren. Hey, die EP, nou, je weet natuurlijk niet wat, hoe die gaat heten natuurlijk. Je weet het wel, maar in ieder geval... Nee, je weet het nog steeds niet. Hey. Maar wanneer komt die uit? Het ligt allemaal nu bij de mixer. Dus ik hoop dat ik het allemaal voor eind van het jaar het misschien ja, uit. Wel, ja. Ja, dat is wel het doel. Dus op eind van het jaar, begin van het volgend jaar, dat is streven. En is er dan een speciaal release van een EP? Wordt er een soort lanceringsfeestje gegeven? Nou, ik ben wel van plan om er wel een speciale avond van te maken. En dan mensen uit te nodigen. En hopelijk ook daarna zoveel mogelijk te kunnen optreden om ook alles te laten horen. Ja. Dank je. Dank je wel, Teddy Bagander.